woon in het centrum van Den Helder. Een gebied dat de komende jaren helemaal zal veranderen omdat er een park wordt aangelegd. Ik ga vanuit het centrum heel vaak lopen via het park naar de plek waar we nu staan, bij Huis Duinen. De plek waar vroeger de walvisvaders vertrokken, waar Napoleon een prachtig fort heeft gemaakt. Daar ga ik naar beneden en dan ga ik heerlijk teruglopen langs zee naar de plek waar de Teso naar Texel gaat. En dan loop je eigenlijk een paar kilometer, 5-6 kilometer, op een hele goede route. Lekker langs zee met een prachtig uitzicht op het eiland. Je kunt het ook uitbreiden natuurlijk en dan pak je een heel stuk strand mee. En dat is natuurlijk ook altijd fantastisch om over het strand hard te gaan lopen. Dit is de plek die ik heb uitgekozen om iets te vertellen over Den Helder. Het is eigenlijk een van de meest geliefde plekken waar de inwoners van Den Helder naartoe gaan. Het is misschien zelfs ook de plek waar Den Helder haar naam aan ontleent. Want we zijn hier precies op de scheiding tussen de Waddenzee en de Noordzee. En dit noemen we ook wel de Helsdeuren, want het is hier een sterke stroming. En het was dus voor mensen die de Zuiderzee wouden benaderen om Holland te bedreigen, een hell of a job om hier langs te komen. Dit is ook de plek waar Napoleon de forten heeft gemaakt. Eigenlijk nog steeds heel goed herkenbaar in het landschap, de stelling van Den Helder. Maar Den Helder wordt ook wel eens een keer het Gibraltar van het noorden genoemd. Juist omdat Napoleon heeft gezegd, dit is precies het punt waarop ik alle vijandelijke troepen heel goed kan zien. Ja, de Koninklijke Marine is natuurlijk een heel belangrijk werkgever in onze stad. De verhouding met de Koninklijke Marine is heel erg goed. We werken heel veel samen. Er is natuurlijk wel een omslag geweest toen met name de Rijkswerf op het marineterrein zich ging terugtrekken. Nou, die Rijkswerf is nu omgebouwd tot een heel mooi gebied met heel veel restaurants, een marinemuseum en een reddingmuseum. Maar een groot deel van de werkgelegenheid zit nu verderop. De opgave voor de komende jaren is om de haven van Den Helder uit te gaan breiden. En we hopen dat te kunnen doen samen met de Koninklijke Marine. En we proberen dat ook op zo'n manier te doen dat we bij de uitbreiding van de haven ook weer een heel stuk kunnen toevoegen aan de natuur. Want je zou kunnen zeggen, is Den Helder niet een beetje te veel afgekeerd van de zee? In mijn beleving niet, maar het kan natuurlijk altijd nog wel beter. En dat is wat we de komende 10 jaar willen gaan ontwikkelen.